Meneer Paul, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Jord. Hoe bent u opgestaan en wakker geworden? Nou, met de wil van de Almachtige daarboven, heel goed. Ja man, ik lees dat ABLAS en de zaalartsen van het AZP per 1 maart 2022 een nieuwe loonreeks willen. Dat klopt. Wat is de beweegredenen voor het aanvragen van deze nieuwe loonreeks, meneer Paul? Nou, er zijn verschillende redenen. We zijn heel vreemd in Jeruzalem, dus iedereen ziet wat er gebeurt in het land. Alles wordt marktconform, alleen de salarissen van de mensen niet. Dat is één. Ja. Twee, u weet dat, dat de ziekenhuizen ook vallen onder de essentiële diensten. En als we naar het geheel kijken, zijn het alleen de ziekenhuizen of het zorgpersoneel die nog in visio is. En internationaal wordt het personeel welke behoort tot deze groep heel veel betaald. Ze zijn zeer gewild, waardoor de mensen wegtrekken. Heel veel kader trekt weg. Onder alle laag van het personeel, maar in het bijzonder het paramedisch personeel, die trekt weg. Dus als je de mensen de waardering niet geeft die zij verdienen, dan gaan ze wegtrekken. En zo kan je dan ook geen adequate zorg bieden. Dus het is meer dan belangrijk en van eminent belang nu, om het zo te zeggen, dat de mensen uiteindelijk een betere waardering krijgen. Ja, en hoe ver gevorderd zijn de gesprekken om te komen tot deze nieuwe loonreeks? Nou, we zijn bezig met de directie. We zijn nu bezig met enkele exercities. U moet begrijpen dat wanneer we uit visio stappen, wij ook naar de functies zullen kijken. Omdat de functies algemeen zijn geschreven. En in het ziekenhuis kan je niet de algemene functies gebruiken. Want ik hou van het voorbeeld, een interieurverzorger bijvoorbeeld van het ziekenhuis, kan je niet vergelijken met de interieurverzorger van een school of ergens anders. Omdat de verantwoordelijkheden en de risico's veel hoger liggen. Niet beledigen naar de mensen toe, want ook zij zijn belangrijk natuurlijk. Maar zo moet je dan de functies ook een beetje gaan herschrijven. Maar we zijn wel goed op weg tot nu toe. Hoe staat het ministerie hiervoor? Nou, tot wat ik heb begrepen, want bij het aantreden van deze minister hebben we het ook al met hem besproken dat we een eigen loonreeks willen. U moet weten dat wij sinds 2018 zijn gestart met de onderhandelingen. Ook onder minister Ilias toen waren we al bezig. Dus de minister stond er wel positief over. Ja, en de bond bij AZP heeft het voortouw genomen. Gaan jullie dit ook laten implementeren voor de overige ziekenhuizen of weet ik nog, die naar SEC AZ-nummer? Dus kijk, ik kan niet praten voor de overige ziekenhuizen, maar het is wel meer dan normaal te begrijpen dat daar ook zorgpersoneel is, dus het zal natuurlijk een weerslag hebben naar de andere zorginstellingen toe. Ja, maar als we morgen even een bondroek kouwen, dan wordt er gewerkt aan één loonreeks voor de totale gezondheid zorg. Dus kijk, je zou kunnen werken aan een loonreeks voor de totale zorg en bundeling is natuurlijk altijd beter. Maar je moet weten dat we een academisch ziekenhuis zijn. Dus er zijn ook veel meer functies in het academisch ziekenhuis dan in die andere ziekenhuizen. Ja, en maar deze nieuwe loonreeks, geldt het alleen voor de verpleegkundigen, want je hebt meer werkers of functies binnen het AZP? Nee, daarom ben ik duidelijker over toch, meneer Jouwet. Het is over de gehele linie. Wanneer we praten over medewerkers binnen de zorginstellingen, kijken we niet naar de verpleging alleen. De verpleging is natuurlijk op de voorlinie, maar alle medewerkers zijn belangrijk. Dus vandaar dat wij niet alleen de verpleging, maar de gehele linie moeten optrekken. Ja, dus met deze stap dan stappen jullie definitief uit het visio-systeem. 100%. Oké, en tussen welke bedragen zullen deze lonen gaan variëren? Nou, ik kan op dit moment nog geen bedragen noemen. We zijn bezig ook op het veld natuurlijk met de leden om hier en daar te kijken hoe de leden over zaken denken.
Maar aan de hand van de beschrijvingen. Maar ik ben wel voorstander van dat de mensen met tenminste 100% van hun bezoldiging vooruit gaan. Ja, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat het loon waardevast blijft? Want het kan dus zo dat die begin maart kies aan nieuwe loonreeks. Dan september dat we komen bij elkaar voor onderhandelen voor more money. Toch? Hoe gaan we ervoor zorgen, als ik zeg we, de bond en de zaalartsen ervoor zorgen dat een asan op de waarde vast? Dus kijk, als u goed heeft gelezen in ons persbericht, praten we werkelijk ook over een waardevast salaris. Wat wij willen doen, en ik hoop dat de beleidsmakers dan ook meegaan, want alles is eigenlijk een weerslag, of de dollar heeft zijn weerslag op bijna alles in het land, importen alles. Dus als je dollar krijgt, alles aan de krim. Als je douane koers krijgt, alles aan de krim. Waardoor wij zeggen, we hebben bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt. Toen FISO zijn intrede deed, dat is in 2009, ik noem 2009 en 2010 altijd uit, omdat je FISO 1 en FISO 2 hebt. Maar laten we kijken naar 2010. Iemand die een bezoldiging genoot van 300 US toen, was te vergelijken met 900 SRD. Dus nee, men verdiende 900 SRD en gekeken naar de koers toen kwam dit op ongeveer 300 US. Maar dat is nu niet meer zo. Dus wij willen dan dat wij in feite kijken naar de waarde van de salarissen wanneer wij klaar zijn met de onderhandelingen, als we een loonreeks hebben bereikt, en dat dan zo wordt afgemeten. Ja, maar als er is net een team frictie komt in een model, want vorig jaar nog heeft de regering een akkoord getekend met de sociale partners. De regering heeft in dat akkoord een lijn uitgestippeld samen met de sociale partners om te komen tot verbetering van het loon van de werkende klasse, waar ook onder de ziekenhuizen. En nu komen jullie achteraf met een ander voorstel. Hoe kunnen we deze twee zaken in verband brengen, meneer Paul? Wat u aangeeft is niet helemaal juist. Ja. We zijn niet achteraf gekomen met een ander voorstel. Mm-hmm. We zijn sinds 2018 bezig. Bij het onderhandelen met de regering, dus het tripartiet overleg, zijn de ziekenhuizen niet meegenomen. De regering is wel op de hoogte ervan dat wij bezig zijn. Mm-hmm. Dus het is geen nieuwigheid dat we er achteraf mee zijn gekomen. En net wat ik u zo net ook al aangaf, het is een must dat je het personeel binnen de zorginstellingen optrekt. Anders heb je dadelijk geen adequate zorg meer. Dus ja, dit mag helemaal geen probleem zijn. Dus het is tweedelig. Het is ook om deze specialisten hier thuis te houden, want de mij hargwe. Dat is een van de voornaamste redenen. Om het kader die wegtrekt, het personeel die wegtrekt, om ze zoveel mogelijk hier te houden. Natuurlijk is het minimaliseren, want man hoort alles maar. Ja. Ja, oké, okay, meneer Paul, bedankt voor deze informatie. U heeft volgens uw eigen ultimatum, als ik zo mag zeggen, nog een maand om dit doel te halen. Maar zal het wel lukken voor 1 maart? Dus kijk, als iedereen zich inzet, want de bond zet zich in, tot nu toe praten we ook met de directie. Maar als iedereen zich inzet, alle actoren zich inzetten, dan moeten we het wel halen, ja. Ja, in welke sfeer worden de gesprekken gevoerd? Nou, tot nu toe in een luchtige sfeer, hoor. Isabi, dialoog, dat is heel belangrijk. Dus we hebben het begin van het manekje, dat doen we niet. En we hopen dat wij dat ook niet tot dat punt moeten komen, bij we naar een andere situatie moeten gaan. Ja. Dus als alles gedaan kan worden met behoud van de arbeidsrust, dan is iedereen blij. Ja, ik weet dat sociaal-maatschappelijk en sociaal-economisch dit van belang is, maar ik vakbond in de verantwoordelijk toe dat je aan het AZP die verhoging dan aan het ziekenhuis in Nakpanya. Ulukator dat ook toe? Natuurlijk, we houden rekening naar alles aan. Daarom is het ook belangrijk dat de lichtdagtarieven die iets lang zijn achterhaald, werkelijk worden opgetrokken. Want als dat nog zo, dan had we zo'n man paar personeel, had we zo'n man bij zijn afvanoudu, dressie, verbruiksartikelen enzovoort, voor man onderhouden, had we zo toch?
En het is wel jammer, want die, om eerlijk te zijn, minolobite zorg a prijs voor zorg en gualog toe, maar op den duur moet het wel betaald worden. Ja, dus nou een heel pakket, nou een heel pakket indien in voorkomen tot appendici. Ja, dus kijk, de directie en de beleidsmakers, om het zo te zeggen, waren al bezig. Dus als alles goed is, moet ook die tariefaanpassing een feit worden. Ja, ik lees ook dat die medische voorzieningen voor de medewerkers van het AZP ook verbeterd moeten worden. Ja, in feite niet alleen voor AZP, maar net wat ik zo net zei, naar die AZP onderhandelen. Ja, kijk, het kan niet zo zijn dat je naar verpleegkundige bijvoorbeeld, weet ik een voorbeeld. Ja. Dat je gismadressie toch, dat is mijn adressie van Oudu. Maar dat je nou adressie van Oudu, dat je nou maar geen adressie. Of je een paar SFF bij Antigua apotheek, dat je dit komt niet voor op de klapper. Je moet er duur voor betalen, dat kan niet toch. Ja. Dus ja, toch, dus ook daarin moet er verbetering komen. Ook daarover hebben we al iets lang voorstellen gedaan aan de minister. Wij hebben vorig jaar gezeten met de minister, u weet er alles van, want en de minister heeft beloftes gemaakt. Tot op dit moment zijn 4 van de afgesproken punten niet, nog niet behaald, om het zo te zeggen. Ze hebben nog die oplossing genoten. Maar we hebben ook een schrijven gericht naar de minister om ons heel op kort termijn te ontvangen, zodat wij ook deze punten kunnen waarmaken. Ja, tot slot. Ik weet dat de 2 eerste maanden van het jaar heel belangrijke maanden zijn voor het personeel van alle ziekenhuizen. Die kiezen de kleding toelagen naar de prestatie. Factor dat ze doen, alles aan de redikbaar, zodat wij geen actie hoeven te horen vanuit de zijde van de ziekenhuizen voor de uitbetaling van deze 2 belangrijke componenten van het loon. Nou, we zijn op dit moment on speaking terms met de directie ten aanzien van de kledingtoelage. Want dat is op dit moment een heet hangijzer. Het geeft aan dat een pijn in het geheel. Maar laten we hopen dat we toch tot een oplossing komen, zodat dat ook betaald kan worden. Want op den duur personeel moest komen fris naar roken, toch? Ja. Zodat je herkending ja. Ook toe. En een prestatie, want de presteren, hè? Ja, natuurlijk. Dat is mijn roken trang, hè. Maar er is tot nu toe niet aangegeven dat de prestatietoelage in gevaar komt.